Moet de volledige directie weg? Dan zal er een nieuw bestuur komen. Moet iedereen weg? Dan zal er een nieuw bestuur komen. U wilt dat de directie van Feyenoord opstapt en anders komt er geen nieuw stadion. Als er een nieuw stadion komt, zal dat met een nieuw bestuur zijn. Moet de volledige directie weg? Dan zal er een nieuw bestuur komen. Moet iedereen weg? Dan zal er een nieuw bestuur komen. Nou ja, wij werden verrast omdat wij in één keer moesten lezen dat zij de directie van het stadion en van Feyenoord wilden ontslaan voordat wij akkoord zouden moeten gaan met de voorstellen voor Feyenoord City. Mag een gudde blijven? U kunt toch wel zeggen ja of nee? Of als het aan mij ligt wel of als het aan mij ligt niet? Nou, Gudde hoeft echt niet deze week weg. We gaan eerst besluiten over het nieuwe stadion. En als dat er komt, moet hij weg? Ik acht het echt uitgesloten dat dit bestuur leiding gaat geven aan het nieuwe stadion. Ja, het is een idioot idee, want als we dit gaan doen als raad, dan zouden wij eigenlijk over het ontslaan en aannemen van directies van vele instanties in deze stad die met de stad te maken hebben, ja, dat moet je absoluut niet willen. Dus als dit bestuur blijft, geen nieuw stadion? Dat zal niet gebeuren. Chantage? Nee, dat is gewoon de realiteit.